think we're on record again. So, are there any answers yet? Till Dave. Emma's back, negative number. Negatief getal, sorry. Zijn er al mensen met antwoorden? Jeetje, wat een... negatief getal is waarschijnlijk niet helemaal correct, nee. Manouk iets? Eef? Charlize? Oké, zien jullie nou in het scherm de Excel of niet? Oké, dus dan moet ik even deze... stoppen, dus we zijn dapper weer voor mij. Oké, dus hier is een, heb ik het eigenlijk heel, nou ja, op de meest overzichtelijke manier gedaan. Het is natuurlijk niet het meest geavanceerd. Maar wat ik hier heb gedaan is het begin heb genomen van de slides die je net zag. Dus ik heb de tijd ingevuld. Ik heb hier simpelweg de afname berekend. Dus dat is de eerste concentratie. Keer die afname in de tijd. Dan kom je op de ALA van de cellen. Kom je eigenlijk, is hetzelfde sommetje weer, de toename van die, dus de afname in het systeem, dus de toename van de ALA in de cellen. Dan kom je hier uit. Dit is de ALA in het systeem, dat is deze curve. Een hele simpele exponentiële afname. ALA in de cellen, dat is deze. Die zou natuurlijk zo doorlopen als er geen PP9 werd gevraagd. Dus de ALA in de cellen. Die wordt hier berekend. Dus je hebt de vorige en daar komt iets bij of gaat iets af. En hieruit kan je de PP9 berekenen. Dat is dus eigenlijk hetzelfde riedeltje als wat hier staat als positieve term. En hier heb je nog een negatieve Michaelis-Menten met deze constante. En deze geeft de PP9 in de cel aan. Dus dan krijg je deze uiteindelijk. Het wordt inderdaad niet negatief. Je ziet netjes hoe het ALA-systeem... hoe door het systeem de ALA wordt verdeeld over het lichaam met een bepaalde tijdsconstante. Nou, dan krijg je de afname van, van het ALA. En hier uiteindelijk kan je die PP9 van die cellen berekenen. En... nou ja, wanneer dat wordt ingevuld op andere dosissen, dan zie je dat niet alleen de amplitude anders wordt, dus niet alleen de hoeveelheid fluorescentie of PP9 die je uiteindelijk bij die cellen ziet, maar ook de piek verschuift. Dus hier is de piek iets naar rechts verschoven, naar een uur of 4. Als ik een lagere dosis gebruik,
Dan gaat hij terug naar 2,5. En hier zie je hem nog iets meer terugschuiven. Dus we kunnen nu als functie van dosis, kunnen we bepalen wanneer we de maximale concentratie van de fotosensitizer, van het fluorescerende product, bij de cellen hebben. En dan zou ik nu weer teruggaan naar weer een... Ja. Dus we hebben per cel hebben wij een bepaalde concentratie, hè, van de ALA die er was. Dan tellen we deze hoeveelheid op die uit de ALA hoeveelheid wordt gemaakt. Dit kan je gewoon deze tijdstap voor gebruiken. En daarna kan je de ALA hoeveelheid die weer afneemt, die wordt dus beschreven door deze Michaelis-Menten-kinetiek. Waarbij je dit als die concentratie, de totale concentratie, dus niet de toename, maar de totale concentratie wordt gebruikt. En deze wordt naar deze constante waar gegeven. Dus hier kan je ook de totale ALA-concentratie uit de vorige kolom halen. En daarom is het zo overzichtelijk om het even in verschillende kolommen te doen. Dit zijn weer die constanten die hier meetellen, min de totale concentratie PP9. Dus niet uiteraard wat er geproduceerd wordt in het vorige tijdstapje. Min die hoeveelheid die dus wordt omgezet door de enzymen van protoporfanine 9 naar heem. En dan is er nog een bepaalde constante gegeven. Die KM is die KMM hier. Dit is de KM van ALA en dit is de KM van PP9. Dat had inderdaad duidelijker gemoeten. Excuses. Dus je ziet ook dat die KM die de affiniteit aangeeft van die enzymen en dus heel erg afhankelijk is van hoe enthousiast die reactie wordt aangegaan door de enzymen, dat die van de reactie van ALA naar protoporfirine, dus die vormende reactie, dat die veel groter is dan die KM van PP9 naar heem, dus die afbraak. En daardoor is die afbraak de rate limiting step geworden. En daardoor krijg je die grote accumulatie, die grote ophoping van PP9 bij de cellen. En dan zie je pas een hele geleidelijke afname van protoporfirine op weefselniveau. Ik zei 30 minuten had ik hier opgeschreven, maar goed. Dit is eigenlijk de curve die je eruit kan krijgen. Waarbij je dus heel mooi kan zien dat dit de piek is. Deze metingen hebben we ook op andere organen gedaan. Dus we hebben ook voor andere organen die Michaelis-Menten-kinetiek bepaalt, die KM, KMM en die Vmax. En dan krijg je dus te zien dat die protoporfirine-concentraties op andere momenten pieken. Als je nou een contrast wil meten, dan wil je dus weten wanneer is het maximaal in de tumor vergeleken met het weefsel eromheen. Dus als je die twee uitrekent en je neemt een soort ratio daarvan, dan kan je bijvoorbeeld een tumor vergeleken met small intestines worden. Dus je ziet dat hier de concentratie maximaal is van de tumor vergeleken met die small intestines. Met een ratio 3, 4 staat tot 1. Of als je een contrast wil zien, tumor lever, dan zie je hier dat de tumor eigenlijk veel minder aanmaakt. Die lever die maakt veel meer aan. Dus die lever zal, of die tumor zal minder fluoresceren dan die lever. Dus dat levert ook een contrast op na 7 uur. Nou, zo kan je dat dus allemaal netjes bepalen. In dit geval hadden we die experimenten gedaan voor 1 dosis en, of 3 dosissen. En dan konden we controleren of die Michaelis-Menten-kinetiek, dat hele stelselvergelijkingen, inderdaad ook de kinetiek bij die andere dosissen zou beschrijven. Dus dat is een hele belangrijke voor de fotodynamische therapie en de fluorescentiedetectie. Op deze manier kan je dus eigenlijk al van tevoren, door te rekenen met die reactieconstantes, met die tijdsconstantes, kan je dus al bepalen wanneer je moet gaan kijken bij een patiënt na het geven van een bepaalde dosis. Dus we hebben nu de lichtbron bepaald. We hebben daarmee Monte Carlo's kunnen doen. We hebben de Michaelis-Menten-kinetiek, de kinetiek van die fotosensitizer kunnen bepalen. En dan nu nog de detector.
En dat is natuurlijk dingetje 3. En nou, dat wordt eigenlijk heel simpel gedaan door een longpass filter voor de camera te zetten. Dus dit is de binnenkant van een blaas. En hier zie je dus de wand die er roze uitzit. Nou hebben we geëxciteerd met blauw licht, wat nog een beetje is doorgelaten door het filter, zodat we ons goed kunnen oriënteren. En dan zie je hier dat fluorescentielicht, dat is een enorme contrastrijke afbakening, zie je hier tevoorschijn komen. Ook hier een patiënt, blaas wederom. Gaat heel hard allemaal. De fancy knopje. Hier zie je weer een blaaswand met wat tumoren erop. Ook daar is de omzettingskinetiek van de blaaswand anders dan in dit soort tumoren. Het zijn papillaire tumoren, dus die zijn wat bloemkolig. En die zie je hier ontzettend goede contrasten. Dus het wordt voor de chirurg ontzettend makkelijk nu om die tumoren te bepalen. Nou is een terechte opmerking, die zou ik met blote oog ook wel zien. Maar hele kleine satelliettumoortjes, zoals die hier rechtsboven en hieronder, die zijn ontzettend moeilijk waar te nemen als je daar met een endoscoop aan het rondkijken bent, om te kijken hoe ver de tumor is en wat je moet gaan wegnemen. Dus dit soort dingen wordt, en dit is echt de fluorescentie diagnostiek zoals we voor ogen hebben. Nou, er zijn er ook nog allerlei andere, dus ik heb nu ALA, aminolevulinezuur, of protoporfirine, wat geïnduceerd wordt door aminolevulinezuur te geven, heb ik gebruikt. Er zijn nu heel veel modellen nog over nanodeeltjes. Dan moeten we de dosimetrie, hoe toxisch is het, hoe snel gaat het, dus dan moeten we die opbouw- en klaringsexperimenten weer doen. We moeten naar de toxiciteit kijken. Met nanodeeltjes is het nog heel erg veel onbekend over waar die blijven en hoe, of dat schade aandoet. Maar daar moet je dus, daar moeten we nog heel veel werk aan doen. En we kunnen ze, kijk, die ALA die werd omgezet door protoporfirine door die cellen, maar bij deeltjes die niet lichaams-eigen zijn, hebben we andere targeting technieken nodig. Daar kunnen we gebruik maken van het feit dat vaten in en rond de tumor vaak meer lekken dan de vaten die er al zitten. Dus die vaten die nieuw worden aangelegd om die tumor van voeding te voorzien, die zijn vaak minder goed dan de vaten die er al liggen, dus die lekken. Dus daar kunnen we, als we die deeltjes van een bepaalde grootte maken, kunnen we die specifiek bij de tumor eruit laten lekken. We kunnen ook antilichamen gebruiken, die specifiek aan bepaalde celtypen gaan hangen. En we kunnen het natuurlijk ook geven op de plek waar de tumor zit. Nou ja, er zijn allerlei studies gaande die die aan die lokalisatie werken. En dat doen we eigenlijk omdat die organische kleurstoffen die we tot nu toe gebruiken eigenlijk weinig selectief zijn. Dus als wij ALA geven en dat protoporfirine wordt aangemaakt, dan is dat niet alleen in de tumor, maar in het hele lichaam. Dus je bent fotosensitief. Je kan eigenlijk een paar uur lang, een dag lang niet de zon in. En met oudere fotosensitizers was dat een paar weken. Dus moest de patiënt binnen blijven. En was eigenlijk een hele systemische fototoxiciteit. Nou, het zijn allerlei nadelen die we nu hebben. Dus wij hebben gewerkt aan nanodeeltjes. Samen met het Van 't Hoff Instituut van de UvA. Dus dat is eigenlijk de chemische faculteit in het Science Park. En die hebben nanodeeltjes ontwikkeld, zoals ik net al zei, die niet downconversion hebben. Maar die twee energie van twee fotonen kunnen opslaan. Om daar hoger energetisch licht weer van te maken, die we kunnen gebruiken voor detectie of therapie. Dus normaal heb je de downconversion. Gebruik je blauw UV of desnoods groen licht om rood licht te maken. Maar wanneer er nou, dit gaat om zeldzame aardmetalen, wanneer nou die worden gebruikt, dan kunnen we exciteren met 980 nanometer. En dan wordt er licht van 650 nanometer en 550 nanometer gemaakt door die deeltjes. Dus die energie wordt opgeslagen en die kunnen we dan gebruiken. We kunnen bijvoorbeeld één setje golflengte hier gebruiken voor imaging en de andere voor het aanslaan van die fotosensitizer. Nou, dat gaat eigenlijk op een net iets andere manier dan de two-photon microscopy, de niet-lineaire microscopie die wel gebruikt wordt. Daar is een hele kortlurende virtuele toestand, zodat je heel veel energie op één locatie nodig moet hebben om inderdaad dit effect te krijgen. Bij die upconversion proces in die nanodeeltjes, daar zijn twee zeldzame aardmetalen aanwezig. Eén, die slaat dus een fotonot die het naar de tussentoestand brengt. En die
en ook nog een foton die het naar die hogere toestand brengt, voordat het wordt afgegeven aan het deeltje erna. En dan valt het terug en dan genereert het die golflengte. Dus je hebt in dit geval een ontvanger en een uitzender. Dus je kan met heel lage energieniveaus kan je die deeltjes aanslaan, omdat die energie wordt opgebouwd in dat zeldzame aardmetaal, wordt vrijgegeven in één keer als kortere golflengte, dat is meer energie. En dat heeft natuurlijk heel veel voordelen, want die langere golflengte om dat energietje of dat deeltje te activeren, dat komt ook dieper dan die UV of dat blauw wat we vaak gebruiken. Dus we kunnen dan dieper die deeltjes aanslaan en we kunnen dus dieper dat luminescentie genereren wat we dus kunnen gebruiken voor detectie, maar ook om die fotosensitizer aan te slaan. Dus op die manier kunnen we dieper behandelen. 980 nanometer in, kunnen we bijvoorbeeld 650 nanometer voor imaging gebruiken om te zien waar dat zich ophoopt. En we kunnen dat andere golflengte die gemaakt wordt, 540 nanometer, gebruiken om een reactieve zuurstofvariant te maken, singlet oxygen. En dat doodt dan de tumor. Dus heb je hele mooie, eigenlijk een dual modality, twee mogelijkheden. Je hebt de mogelijkheid van detectie en de mogelijkheid van behandeling met deze upconversion nanoparticles. Nou, daar hebben wij heel veel mee gewerkt. Daar doet de HIMS, het Van het Hof Instituut, daar doet nu studies mee in Leiden. Vooral om tumordetectie en behandeling te doen. Dit zijn wat resultaten bij ons, waarbij we met die deeltjes met antilichamen aan die cel hebben gehangen. Hebben geëxciteerd en dan zie je hele mooie localisatie van die deeltjes aan die cellen die we willen behandelen. Dus dat is een hele mooie mogelijkheid om die fluorescerende en die lichtemitterende deeltjes daar te krijgen. Nou, dan nog heel kort over fotodynamische therapie. Zoals ik al zei, die ALA, dat maakt protoporfirine. Protoporfirine kan zijn energie kwijt door te fluoresceren, maar het kan zijn energie ook afgeven aan zuurstof. En dan wordt er singlet zuurstof gevormd. En dat werkt als een radicaal, dus dat reageert met cellen en maakt die cellen kapot. Dus je kan diagnostiek doen. Zie je hier een huidtumor is dit, een basaalcelcarcinoom. Kan je heel mooi lokaliseren, maar je kan het ook heel mooi wegkrijgen door die singlet zuurstof die cellen dood te laten maken. Dus een hele mooie techniek voor oppervlakkige tumoren, want het licht komt natuurlijk niet zo diep. En eigenlijk een hele techniek die al heel lang bestaat. Die protoporfirine die zat ook in een bakje, stond bij het raam en ineens waren er alle beestjes dood van deze student toen van Oscar Raap. Dat is al heel lang geleden. En die heeft daar ook zijn proefschrift over geschreven, 1897, fluorescerende stoffen. En die beschreef toen eigenlijk ook al de fotodynamische therapie. Het heeft een lang verleden, hier is veel aan gedaan. En hier tussenin is eigenlijk een heel groot gat. En hier begonnen de lichtbronnen op te komen. Dus daar begonnen de diodelasers, de vloeistof, de dye-lasers begonnen op te komen. En hier kon dus veel specifieker behandeld worden. En dus het heeft eigenlijk heel lang geduurd vanaf de eerste ontdekking tot dit tijdvak. Dat het echt werd doorgezet in klinische studies. En toen rond het jaar 2000 werd de eerste PDT-druk, fotosensitizer, pas geaccepteerd in Canada. Dus dat heeft een enorme 100 jaar geduurd. En nu zijn we vooral studies aan het doen. Nieuwe lichtbronnen, nieuwe dosimetrie, nieuwe manieren om licht ergens te krijgen. Gebruik van diodelaser, maar ook het gebruik van volgende generatie deeltjes. Dus even nog heel kort. Licht heb je nodig. Je hebt een fotosensitizer nodig. Bijvoorbeeld protoporfirine of dat deeltje. Die breng je naar een aangeslagen toestand. Gedeelte valt terug naar de grondtoestand, zendt dan fluorescentie uit of licht uit. Ander gedeelte kan reageren met zuurstof of brengt zijn energie over aan zuurstof. Dan ontstaat daar singlet oxygen en dat leidt tot celdood. Dus je hebt nodig licht, zuurstof en een fotosensitizer om die cellen kapot te maken. En het liefst moet er dan meer fotosensitizer in de tumor zitten, maar je kan ook selectief behandelen door op die plek specifiek licht in te stralen. En dat liet ik net ook zien met die verschillende applicatoren, die bolletjes of die buisjes. Een paar voorbeelden. Je geeft een fotosensitizer, er zit een tumor bijvoorbeeld in de keelholte. Het gaat zich verspreiden, er gaat meer in de tumor zitten. Nou, dan ga je behandelen. Dus dit is de
administratie, de verdeling, ga je behandelen. Dan krijg je eerst een celdood. Dat is meestal een apoptose, een langzame celdood. En op een gegeven moment is dan de tumor weg. Die tumorcellen zitten rond vaten. Die vaten gaan ook kapot en dan uiteindelijk is de tumor weg. Nou, er zijn vrij veel fotosensitizers nu beschikbaar. En in verschillende instituten wordt daar onderzoek naar gedaan. We hebben heel veel met ALA gedaan. Dick Sterenborg is een van de grondleggers ook van die techniek die jullie vorige keer daarover hebben gehoord. Die werkt ook een gedeelte van zijn tijd in het NKI, het Nederlands Kankerinstituut. Antonie van Leeuwenhoek Instituut. En een belangrijke behandeling die we daar deden was van tumoren in het hoofd-halsgebied. Samen met Bing Tan. Bing Tan was de arts die daaraan werkte. En daar hebben we heel veel behandeld. Hier zie je een voorbeeld van een tumor in het kaakbeen, de kaak hier onder de tong, in het kaakbeen. En dit zou normaal een enorm radicale operatie zijn om het allemaal weg te halen. Wij geven fotodynamische therapie. In dit geval is de fotosensitizer Foscan. Een vrij potente fotosensitizer, moet je wel mee uitkijken. En dan zie je dat die tumor heel netjes weg is hier. En dat het reconstructie van, dat de functie heel goed behouden is. En ook die reconstructie van die kaak natuurlijk veel beter wordt dan wanneer je die hele boel zou weghalen. Dus dit zijn voorbeelden die we hebben. We hebben lang gewerkt aan fotodynamische therapie van de slokdarm. Je hebt hier de slokdarm. Hier zit het diafragma omheen. Dus dat geeft een vernauwing richting de maag. Dat moet ook goed dicht zitten. Soms is het niet goed dicht en dan komt het maagzuur dus ook terug hier. Dat veroorzaakt irritatie. Dat maagzuur kan ook de epitheellaag die erin zit, die slijmerige laag die in de slokdarm zit, kapot maken. En dan verzint het lichaam iets heel handigs. Dan maakt het een slijmvlieslaag van hetzelfde type als in de maag zit. Want dat kan tegen zuur. Ontzettend goed. Maar het hoort er niet. En als er cellen ontstaan op een plek waar het niet hoort, of als die daar komen, dan is er vaak een risico van wildgroei, van ongecontroleerde groei. En dat kan naar een tumor gaan. Dus een gedeelte van de mensen die dat maagzuur hebben en die slijmvlieslaag al hebben veranderd, hè, dat er al verandering is. En dat heet dan een Barrett's esophagus, een Barrett's slokdarm. Dat kan dus doorgaan naar een tumor. Dit kan behandeld worden natuurlijk door dit stuk slokdarm weg te halen. Maar we kunnen ook die Barrett's cellen en die beginnende tumorcellen weghalen met fotodynamische therapie. Nou, dan moet je dat eerst een beetje in beeld brengen. We kunnen dat met wit licht doen, met narrow band imaging. Dan zie je, hey, hier zit een carcinoma in situ. Dat is een tumor die hier zit. Kan je netjes in beeld brengen. En dan kan je gaan behandelen. Dus we hebben hier de ballon ingebracht. Die liet ik ook helemaal in het begin van mijn college zien. Met een fiber waar het licht aan de zijkant uitkomt. We hebben hier even groen licht gebruikt om te zien waar we zitten met de ballon. Dan zetten we die excitatiegolflengte aan van dat protoporfirine. Nou, in dit geval gebruiken we het 630 nanometer. Dus dat is ook op een van die kleine absorptiepiekjes. We kunnen ook 405 nanometer gebruiken, maar dat komt natuurlijk helemaal niet diep. Dat weten we, want we weten hoe diep het licht komt. En dan zie je direct achter dat dat een beetje een raar gebied is, maar er is nog niet echt necrose. Maar dat ontstaat in de dagen daarna. Gaan die cellen die zetten een proces van apoptose in, geprogrammeerde celdood. En dan later zie je dat er heel veel al is teruggegroeid. En dan is die tumor, of althans dat is dat veranderde gebied, is veel kleiner. En we hebben die Barrett's in dit geval succesvol veranderd. Daarnaast is het natuurlijk nodig om met zuurremmers, en dit gat in het diafragma moet natuurlijk aangepakt worden. En de patiënt moet nog vaker in de gaten worden gehouden om daar wat aan te doen. Maar het is al veel beter vergeleken met het eruit halen van een heel stuk slokdarm. Dus hier weer een Barrett's. Hier zie je een verdikking verdacht. Gaan we behandelen. In dit geval is er eerst een radicalere verwijdering van deze tumor gedaan. En daarna PDT. En dan zie je een heel mooi oppervlak ontstaan met een goede slijmvlieslaag die niet echt het probleem is. Hiermee ben ik qua stof, heb ik eigenlijk heel veel een beetje aangeraakt. We hebben laten zien dat je met die kennis die jullie in die voorgaande colleges hebben gekregen over lichtverstrooiing, over absorptie, over lichttransport, dat je daar heel veel mee kan doen.
Ik heb wat toepassingen inderdaad laten zien in het forensisch veld en in het medisch veld. En nou ja, hierbij wilde ik het eigenlijk houden. Dit is een beetje de summary. Deze video's komen wederom in het YouTube kanaal van dit vak. Dus hierbij wil ik alleen nog maar vragen of er vragen zijn vanuit jullie kant. Mag ook chattend zijn, want inmiddels heb ik door waar het is. Ja, top. Ontzettend bedankt. Eigenlijk kan ik hier dus mijn e-mailadres moeten zetten. Wij zijn altijd, als jullie het nou interessant vinden, dit soort overgangen van, of op de grenzen lopen van biomedische optica, de fysica en dit soort toepassingen, ook in het forensisch veld. Er zijn natuurlijk altijd stages die we hebben, waarbij we jullie, met jullie gereedschapskist, met jullie theorie die je inmiddels hebt opgedaan, ontzettend goed kunnen gebruiken in het veld waar de aanwezigheid van fysici niet zo normaal is als in het medische. Dus in het forensische veld. Of, nou, we werken op nog wel meer terreinen. We werken ook in het Rijksmuseum bijvoorbeeld. We zijn nu bezig met het nachtwachtproject. We meten aan schilderijen. Dus als jullie nog interesse hebben in dit soort spannende grensvlakken van vakgebieden. Wees welkom. Informeer via Dirk. Dirk weet ons altijd te vinden. Uiteraard jullie vakleider. Informeer naar stagemogelijkheden en in ieder geval wat mij betreft zijn jullie meer dan welkom. Dus daarmee sluit ik het af. Jullie kunnen me altijd nog mailen, dat kan ook via Dirk. Als er nog vragen zijn of als er andere dingen zijn die je wil weten en misschien voor stages in de toekomst. En dan dank ik jullie enorm voor jullie tijd. Een beetje lastig zo. Het voelt als voor sommige mensen ook wel als vakantie met het prachtige weer buiten. Daarom ben ik extra dankbaar dat jullie zo lang binnen hebben gezeten om naar dit verhaal te luisteren. En geef het woord misschien nog terug naar Dirk. Of Dirk sluit het hiermee heel bruut af met een druk op de knop. Dat kan ook. Nou, bruut zou niet aardig zijn.